Nijmegen neemt deel aan het landelijke experiment voor legale wietteelt. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls in het RN7-programma In Gesprek Met. Hij wil wel aanvullende afspraken maken over de prijs en kwaliteit. Bruls hoopt dat door het experiment de criminaliteit zal afnemen en dat door de controle op de kwaliteit van de softdrugs de gezondheid van de gebruikers beter gewaarborgd is. Nou, eigenlijk vanuit de algemene gedachte dat we als groot deel van de Nederlandse gemeente zeggen van er moet eens een keer iets veranderen in hoe wij omgaan met de hennepverkoop. Verkoop wordt gedoogd zoals bekend, dat doen we via coffeeshops in een aantal gemeenten. Maar de achterkant, dus de leverantie van die drugs, ja, die is nog zo illegaal als wat. Nou, wat dit experiment gaat doen, is dat onder overheids, met name van de Rijksoverheid, controle te brengen. En wat we eigenlijk hopen te zien met het experiment, wat zo'n 4 jaar gaat duren, is dat het effecten heeft op de criminaliteit, dat die minder is, en dat het de gezondheid, dus de kwaliteit van die softdrugs, goed in de gaten kan houden, zodat er geen rare spullen worden verkocht. Kijk, voor hen is natuurlijk best een aanzienlijke verandering, dus ik snap ook wel hun aarzeling. Maar ik zeg wel altijd, zij zijn geen bakkers of supermarkten, dit zijn gedoogde bedrijfstak. Er is geen legale bedrijfstak. Zij bestaan bij de gratie ervan dat de Nederlandse overheid hen gedoogt. Voor hen betekent natuurlijk vooral iets dat ze, waar ze nu vertrouwde leveranciers hebben, ja, daar zullen ze afschrift moeten nemen. Ze zullen zaken moeten gaan doen met een van de door de Rijksoverheid gecontroleerde en opgezette producenten. Die zullen niet in Nijmegen komen te zitten, die zullen elders in het land komen te zitten. En daar zullen ze nieuwe zaken mee gaan doen. De zorg die ik met de coffeeshop-eigenaar wel deel is van, want ik ben daar op zich voor, nogmaals, het is een gedoogd iets. En ik vind het goed dat we dat wat strakker gaan reguleren, om juist om de criminelen beter een halt toe te roepen. Maar het welslagen van het experiment staat of valt ermee of de kwaliteit en de prijs en de soorten cannabis die geleverd gaan worden aan de coffeeshop in de toekomst, of die interessant genoeg is voor de klanten die nu komen ook te blijven komen. U kunt zich voorstellen dat als de prijs opeens fors omhoog zou gaan, ja, dan wordt het voor de straathandelaren natuurlijk steeds aantrekkelijker om te komen. Dus dat is ook wat we samen met die andere deelnemers, ook nog met de minister, echt goed verder moeten bespreken en wellicht nog echt nadere afspraken over moeten maken. Want als dat niet goed geregeld wordt, dat heb ik de minister ook al bij de aanmelding laten weten, ja, dan kan er nog een moment komen dat ik ook zal zeggen, ook richting de gemeenteraad die daar ook vragen over had, van ja, gaan we hier wel instappen. Volg ons ook via RN7 Online op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. RN7